Ja. Goedenavond, goedenavond. Dat is een Marokkaanse poef. Hij is een echte Marokkaanse poef. Ik ben naar de kassa geweest. En een madame zei dat dat een echte Marokkaanse poef was. Ja, het was een donker type, dus het gaat wel wezen. Ja, een Marokkaanse poef. Je verstaat niet waarom ik dat zeg, nee. Maar ik ga het uitleggen. Waar moet ik beginnen? Pas in de week. Pas in de week is mijn Magda, Magda is mijn vrouw, is mijn Magda naar de KV geweest. Kijk dat, de KV? KV? Is een vrouwenvereniging. Alleen maar vrouwen. Alleen maar vrouwen. En de pastor. Ja, waarvan mag die vent er eigenlijk bij zijn? Enfin, dat is niet belangrijk. Dus Magda was naar de KV geweest en de pastor. De pastor had dan een preek gehouden. Een preek over het belang van integratie. En Magda was heel zotte druids. Zotte druids kwam tussen en zei: Gustaf, ik ben Gustaf. Zotte kwam en zei: Gustaf, ik zei: zwief van mij, één man. Dat van die man, dat is niet waar, hè? Maar ik zei: maar zwief van mij, zwief! Zwief, ik zei: integratie. Je moet er niet over klappen. Je moet er niet over klappen. We gaan dat doen. We gaan dat doen. Dus, mij is onze familie uitgenodigd. En die mensen komen vanavond op bezoek. En we gaan integreren. Nou, dat gaat gisteren zijn, hè. Ja, ja. En men dus, om te tonen dat we het serieus meenemen, hebben we geprobeerd van die mensen onder een beetje te laten thuis voelen. He, dus men ons een beetje aangepast. Ik heb mijn meubels aan de kant gezwierd. En een Marokkaanse poef gekocht. Ik heb van de zolder dat schapenvelletje gehaald. Als ik klein was, hebben ze mij nog gefotografeerd op zo'n schapenvelletje. Je moet zien dat die mensen niets hebben met schapen, hè. Je moet wel content zijn, denk ik, hè. En onze Wesley is mijn zoon. Onze Wesley heeft ook zijn indianentent van de zolder gehaald. Dat je zo'n beetje die herbersfeer krijgt. En voor de sfeer hebben we ook van die muziek gekocht vandaar. En we zijn naar de Mediamarkt geweest, we hebben zo'n cd'tje gekocht. Met die muziek vandaar. Maar Wesley! Zet dat een beetje stiller, vind! Ja, maar ja. Je moet niet in. Ik hoor dat her, nee, maar niet te lang, hè. Ja, maar ja. Maar ik zal ervoor nodig. Dus mijn van die muziek gekocht, mijn ook onze kledij aangepast. Onze kledij aangepast. Ik niet, want ik ben de man. Ik moet dat niet doen, hè. Maar Magda heeft zo'n gordijnen van de muur getrokken en zo. Ja, ja. Ik heb wel gezegd, moet zien dat het hier nog een beetje open staat. Wat kan niet. Ja, en eten, zeer belangrijk. Hè. Moet natuurlijk tonen dat we culinair, dat we Vlaming zijn. Hè. Dat we culinair toch iets te betekenen hebben. Hè. Dus Magda heeft dadels geprepareerd. Dadels, ik heb wel gezegd, Magda, doet er een beetje spek rond, dat een beetje beter smaakt. Hé, maar het gaat eerst eens zijn, hé. En we gaan dat dan serveren, in zo van die vrij grote schotelantennis. Ja, het schijnt dat die mensen graag schotelantennis hebben, dus we gaan dat dan, hé. En dat zijn er op hun gemak voelen, eigenlijk, hé. En we gaan men ook thee gezet, men aan Aldi geweest. En men door zo munt thee gekocht. De twee zakjes en zo, maar het mag dat niet, eigenlijk. Ik vind dat niet lekker. Munthee, al die suur. Dus moet dat die meisjes naar haar mogen, waar ze mogen de rest van het pakje mee naar u zijn. Dus, ik heb ook gezegd tegen Magda, ik zeg: Magda, zet nog een tweede kannetje, hè, en doe tot trappisten. Ja, maar je weet nooit dat die meisjes nou voor een open staan, eigenlijk. Hè. Ja, ja. Ik pees dat het moeilijkste was in de klappingen. Stel dat de klappingen? Komt naast je. De conversatie. Ja, waarover dan we gaan babbelen.
Ja, dus met gisteravond, Magda en Wesley en ik, we zo een keer zitten brainwashen. Waarover zou ik kunnen klappen. En ik heb toch een paar dingen gevonden. Ik ga vragen Osama Bin Laden. Of dat ze dat al in tacht gezien hebben. Of misschien is dat gelijk ik en de koning. Ik heb de koning ook nog alleen maar op video gezien. Ik heb ook nog nooit in tacht gezien. Misschien is dat hetzelfde. En mag dat gaan vragen of dat ze zo zijn vermageren? Ja, ze gaan vragen of dat die een Ramadan of dat een goede truc is. Ja. En ook die gasten, moet er een keer praten. Die gasten, dat rijdt allemaal mensen van die chique Mercedes. Moet er een keer praten. Allemaal van die chique mensen. Ik zou echt willen weten waar dat ze zitten daarmee in het onderhoud gaan. Hè? En of dat ze content zijn van een garagist. Hè? Ik zou dat wel weten. Ja. En we gaan ook een spelletje spelen. We gaan ze blind doen en dan een paar keer ronddraaien. En dan vragen of dat ze weten waar dat Mekka ligt. Ja, eerst de CD. Oei, was dat de bellen? Oei, ze zien dat. Ja, kom maar, wacht. Hoe zeg je dat nu? Salaam alaikum. Shalom.